Nou, ik heb even voor jou een bloemblaadje afgeplukt van mijn geranium. Zie je? En je ziet wel aan de vorm dat hij is een beetje rond gevormd. Ik zal eventjes laten zien als ik hem nou groot zou tekenen, zeg maar. Als ik hem groot zou tekenen, dan is hij eigenlijk aan de bovenkant rond, maar hij loopt ook een beetje zo. En dan loopt hij zo. Dus hij heeft rondingen aan de bovenkant. Nou, hoe kan je dat nou makkelijk schilderen? Je neemt een zilverpenseeltje. Dat is zo'n penseel met een ronde bovenkant. Kattentongetje wordt het ook wel genoemd. En dan kun je hem zo schilderen. Dus je drukt je penseel op het doek en je haalt hem op. En dan zet je hem hier er tegenaan en je haalt hem op. En je zet hem hier er tegenaan en je haalt hem op. Dus nog eens. Je duwt en je haalt hem op. Je duwt en je haalt hem op. Je duwt en je haalt hem op. En dan heb je zo'n mooi bloemblaadje. Nou, dan kun je eventueel, als je dat wil, ook nog het donker erin schilderen. Dat gaan we straks op het schilderij niet direct doen. Maar ik neem daar een liner penseeltje voor, een slepertje. En daarmee kun je zo die donkere plekjes, zeg maar, erin maken. Zien, kijken of ik hem kan inzoomen. Nou ja, zoiets. Oké. Ik ga het andere schilderij weer even pakken. Oké, wat ik nu ga doen is met mijn zilverpenseeltje bloemblaadjes erin schilderen. Maar ik doe dat in eerste instantie heel grof en rommelig. Kijk, ik schilder eigenlijk helemaal nog geen bloemen. Dat is ook helemaal niet wat je ziet, hè, als je naar zo'n geranium kijkt. Je ziet eigenlijk maar een paar echte bloemetjes. En de rest, ja, het zijn allemaal bloemblaadjes die elkaar overlappen. Je ziet wel, ik probeer wel ook met het licht te rekenen. Oeh, oh, nou daar ging mijn foto. Niet zo erg. Straks wel weer oppakken. Dus ik speel hier een beetje. Hier wil ik wel een paar bloemetjes zien. Hier ga ik toch even mijn best doen om er een herkenbaar bloemetje van te maken. En deze ook. Ik kan met dit soort dingen altijd het beste een beetje snel doen. Dan blijft het schilderij een beetje los, hè.
natuurlijk voor deze stukjes pak ik weer een iets donkerder roze. Hè? Oppassen dat ik hier niet schaduwen kwijtraak. Dus dan wordt het weer een hortensia. En hier ga ik weer even op zoek naar een bloemetje. Ik hoop dat ik het mooie rood niet kwijtraak. Dan kan het natuurlijk straks ook wel achterin terug doen. Oké, nou ik ga zo nog eventjes... door. Oh, ik zal nog heel even dit bloemetje laten zien. Dat is wel leuk. Er is helemaal niet zoveel nodig. Een klein beetje. Een beetje van het warme roosje. Zie je? Nou, ik zie je zo weer terug. Nou, we hebben nu grof het bloemen aangegeven en daarbij goed gelet op waar het licht zit en waar de schaduw zit. En dat is bij deze bloem wel heel belangrijk, omdat het anders toch meer een hortensia dan een geranium wordt. Hè? Dan gaan we nu een aantal bloemetjes nog wat beter definiëren. Ik kijk daarvoor ook naar mijn foto om te zien hoe de bloemetjes eigenlijk in elkaar zitten. Dus ik ga dan sommige randjes van de bloemen even eruit pikken en die ga ik nog wat strakker maken. Echt een bloemetje. Een beetje bang om voor je in het beeld te staan. Dus misschien sta ik wel iets te veel naar de zijkant om lekker te kunnen schilderen. Kijk hoor. Naar dit blaadje zitten. Een iets lichter roze. Eventjes wat dingetjes eruit. Als je dit zo doet, dan maken je hersenen er straks vanzelf een hele bloem. Dus zo kun je de bloemetjes allemaal langs gaan. Je hoeft het niet overal te doen. Hè? Ik zeg wel je bloemetjes allemaal langs gaan, maar het hoeft niet overal. Het is juist ook mooi om hier en daar gewoon wat van het grove schilderwerk te laten staan. Hè? Schilderij mag best een beetje impressionistisch zijn. Ik hou daar wel van. Deze zou je ook kunnen doen, hè? Dus eventjes zo'n blaadje iets beter definiëren. Dan kun je zo wat bloemetjes en wat blaadjes eruit. Ik doe dit nu met wat lichtere kleuren dan waarmee ik net gewerkt heb. Als het goed is, zie je dat wel, maar ik zal dat nog even zeggen.
Dus neem rustig je tijd om goed die vormen te vinden.